Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. De aanschaf van de Joint Strike Fighter kost ons miljarden euro's, maar volgens commandant Mario Verbeek van de vliegbasis Woensdrecht gaat vooral Brabant er flink aan verdienen. Kies voor een technische studie en je bent zeker van een baan. Toch zouden volgens Maarten van Andel van de Dutch Technology Week veel meer jongeren die keuze moeten maken. Ketra Bob Hutte is mijn kompion vandaag. Ready for take-off? Daar gaan we met de nieuwe Booming Brabant. Welkom bij Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. Het was maandag touchdown voor de Joint Strike Fighters in Nederland, de opvolger van de F-16. En dat betekent voor Woensdrecht werk aan de winkel. Het aantal vacatures in de techniek stijgt. Het klinkt goed, zou je zeggen, maar de goede mensen vinden, dat blijft voor bedrijven een helse zoektocht. Hoe val je nou op als bedrijf? Nou, bijvoorbeeld door iets bijzonders te doen, maar het kan ook nog heel traditioneel, met een reclamevliegtuig. CNE Air op vliegveld Zeppen is er groot mee geworden. En het is dé uitdaging dit moment voor jonge ouders. Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen weer lekker buiten gaan spelen? Geef ze een Wonderwatch en ze zijn zo weg bij de speelcomputer. Mijn kompion van vandaag is Bob Hutte. Fijn dat je er weer bent, Bob. Dankjewel. En dit is jouw nieuws van deze week. Banken vragen hulp aan de politiek in de strijd met kapitaaleisen. Vertel. Ja, laat ik zo zeggen. Banken staan vaak onder druk. En ik neem het eens een keer op voor ze. We vinden er van alles van. Kijk naar de bonussen die we steeds... de discussie die daar steeds over gaat. Maar ook het kader waarin banken moeten functioneren, de vrijheid die ze nog hebben om dingen te doen. Hè. De banken hebben gewoon met die wet en regelgeving te maken, daar hebben dan die ondernemers weer last van. En het eerste wat wij doen is die banken beetpakken en zeggen dat ze er allemaal niks van kunnen. Maar de vraag is wel, kennen wij het kader wel waarbinnen die banken moeten functioneren? Ja, we zullen zien hoe snel het probleem gaat oplossen. Dankjewel. Dit is wat ons opviel deze week. Ja, het eerste virtual reality restaurant is geopend in Utrecht. En dan kun je bijvoorbeeld oesters proeven op een virtueel zandstrand. Of je ziet een chefkok door een bos scharrelen op zoek naar mooie zwammen. En dat terwijl jij nog rustig in die wereld zweeft, is er personeel wat driftig met brandende rozemarijn voor je gezicht aan het slaan. Om ervoor te zorgen dat de smaak van de paddenstoelen nog intenser is. Nou, die filmpjes die je dan tijdens je gangen diner krijgt te zien, of tijdens je diner, die duren niet heel lang, dus je hebt ook nog wel ruimte om te kletsen en gezellig uit eten te zijn. Bob, ik ben heel benieuwd, wat vind je ervan? Ja, dit is een prachtige ontwikkeling. Het geeft veel meer beleving. Je gebruikt ook veel meer zintuigen. Dus je stapt eigenlijk meer in die wereld zelf. Mm-hmm. Je combineert zeg maar alles wat je ziet, hoort, proeft, ruikt en voelt in één concept. Dus ja, ik vind dit mooie ontwikkelingen. Maar wat denk je, smaakt het dan ook lekkerder? Absoluut. Zeker? Absoluut, omdat je gewoon veel meer geprikkeld wordt. En je krijgt ook, als het goed is, zijn die films, die hebben ook echt een goede inhoud. Dus ja, dat product dat krijgt een ziel, hè? Ja, inderdaad. Wat denk jij ervan, Mario? Is het grappig of gaat het echt te ver? Nou, ik vind het grappig. Ik denk dat ik het ook zeker een keer ga doen. Maar of ik het heel lang ga doen, weet ik niet. Nee. En voor jou? Ik denk dat het heel bijzonder is en iets toe kan voegen aan de beleving van uit eten gaan. Ik denk dat het niet in de plaats kan komen van menselijk contact en gewoon een goed gesprek samen. Nee, maar die zitten er gelukkig ook nog tussen, Maarten. Dus dat valt reuze mee. Ja. En een antwoord voor jonge mensen, hè? Want? Omdat je toch ziet dat jonge mensen niet meer 5 uur aan een tafel gaan zitten om met z'n tweeën te praten. Er moet veel meer beweging komen, veel meer dynamiek komen. Nou, dat kun je hier brengen. Door hele nieuwe combinatie. Ja. In plaats van die mobiele telefoon op tafel zetten we nu de bril op. Kijk, dat het gaat gebeuren. Zoiets gaat veel spannender. Ja. Oké. Okay. Autofabrikanten en vliegtuigbouwers die maken steeds vaker gebruik van composiet als vervanger van metaal. Composiet is een soort hard plastic dat ook nog eens veel lichter is dan metaal. Airborne International in Woensdrecht die lift mee op de groeiende vraag. Het bedrijf doet onder meer het onderhoud aan de rotorbladen van helikopters. Want ook die worden steeds meer van composiet gemaakt. Airborne is een bedrijf wat zich specialiseert in het ontwerp, productie en onderhouden van composietconstructies. Hier specifiek op deze locatie onderhouden wij met name rotorbladen van helikopters. Op sommige bladen zijn we uniek in Europa. Naast de fabrikant zijn wij de enige die dat mogen doen. En dat doen we op de luchtmachtbasis in Woensdrecht.
Composiet is vezelversterkte kunststof. Dus het bestaat uit vezels. En tussen die vezels zit hars. Composiet is eigenlijk een woord wat een soort samenstelling is van materialen. Want in het algemeen in de luchtvaart zie je dat steeds meer composiet toegepast wordt. In het verleden was dat met name aluminium. De meest recente en de nieuwste helikopter, de NH90, die bestaat voor een heel belangrijk deel uit kunststof. En dat vraagt dus een heel andere manier van onderhouden. Dit is een rotorblad wat binnengekomen is, wat hersteld moet worden. Hier zit wat schade op. Dit is een voorbeeld van schades die vrij typisch zijn voor bladen. En je ziet ook hier puntjes waar de verf eraf is. Je ziet ook hier dat er door erosie slijt de voorlijst van het blad vaak. Ja, de JSF is voor een belangrijk deel ook opgebouwd uit kunststof en composiet. En dat is ook een kans voor ons als bedrijf. De innovaties zitten met name in delen van het onderhoudsproces. Het inspecteren gebeurt nu heel handmatig. Als bladen binnenkomen weet je aan de buitenkant vaak niet wat de schade is. Dat kan er misschien van buitenkant mooi uitzien. Maar alleen als je erop klopt hoor je soms een lichter of een zwaarder geluid. En dan weet je of de lagen nog gehecht zijn of niet. Wij hebben een ander tool, en dat noemen ze de woodpecker, dus de specht. En die automatisch klopt en door middel van lampjes kan je dan ook zien of er ergens een mogelijke schade zit of niet. Als bladen binnenkomen en er moet aan gerepareerd worden, dan moet de verf verwijderd worden. Dat is heel vaak ongezond. Daar zijn we bezig om dat te automatiseren. En helemaal aan het einde van het proces moet ieder blad ook gebalanceerd worden, net als de banden van je auto. Dat gebeurt nu op een speciale bank. Daarna wordt een deel van het proces nog gedaan op de helikopter zelf. En met name die hoeveelheid vluchten die je daarvoor nodig hebt, die proberen we terug te brengen door het dynamisch gedrag van de helikopter te simuleren in de software. In het verleden deed de Defensie heel veel van het onderhoud zelf, zo niet alles. Maar er is al jaren een proces gaande waarbij er gekeken wordt wat is eigenlijk de kernactiviteit van in dit geval de luchtmacht en hoe kunnen we slim samenwerken. Dus de innovatie zit, hoe breng je die culturen samen, hoe zorg je voor de win-win naar twee kanten toe en dat je er beide wat aan hebt. Ja, Mario, Airborne International is gevestigd op jullie vliegveld. Mooi bedrijf. Ja. Een heel mooi bedrijf. Een bedrijf dat dit werk doet. Werk wat we normaal gesproken, als het heel complex werd, naar Amerika moesten sturen. Moet je voorstellen, je stuurt iets naar Amerika wat zo groot en zwaar is. Ja. Dat doe je nu in huis. Dat betekent niet alleen maar snel, effectief. We zijn heel blij met deze partner op Woensdrecht. Zeker. Ja. Begin deze week 2 F-35 vliegtuigen geland op Leeuwarden. Ja. Laten we even luisteren en kijken hoe dat ze vertrokken van de week in Amerika. Doet het wat met je, dat geluid? Nou, en of. Je zag Edwards Airbase, waar onze twee F-35 stonden. Ja. En ik moet zeggen, een fantastisch geluid. Zeker, hè? Ja. Ja, we horen hem nog even navliegen. Ja, ik vind het ook heel mooi. Ik kan me voorstellen dat mensen het misschien vervelend vinden, maar het klinkt wel lekker. Je bent commandant van het logistiek centrum Woensdrecht. Vanaf 2019 komen er zo'n 600 JSF's daar in onderhoud. Wat gaat dat betekenen voor Brabant? Ja, nou niet de hele JSF komt in onderhoud. Er komen delen van de JSF in onderhoud. Bijvoorbeeld de motor. Mm-hmm. Met de motor hebben we een van de 700 delen van die F-35 te pakken. Een belangrijk deel. We willen natuurlijk als Nederland zoveel mogelijk delen. Alle delen. Dat gaat ons niet lukken, want de wereld is groter. Ook de andere landen zullen hun deel krijgen. Maar als je nu alleen naar de motor kijkt, dan zie je dat Noorwegen en Nederland en Turkije het Europese deel afhechten. Dus we zijn wat dat betreft met een paar spelers die het moeten doen. Maar dat zijn concurrenten van elkaar. Dat zijn concurrenten. En dat moet ook, want we moeten in een concurrentie blijven. Want als je alleen bent, dan word je lui. Je moet tegen de markt aanwerken. Het moet ook betaalbaar blijven. Het moet snel en betaalbaar blijven. En het is zo dat als we inslapen in Brabant en we zouden niet scherp zijn, en dat zijn we wel, maar stel dat we niet scherp zouden zijn, dan geven ze ons minder werk. Wie is dan die grootste concurrent? Maakt het nog verschil, Noorwegen of Turkije? Turkije is een beetje Turkije, zeg ik altijd. Het is een beetje een bijzonder land, zonder daar politieke uitspraken over te willen doen. Maar dat is een beetje op zichzelf. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen dat in het Europese vasteland Noorwegen en Nederland de twee grote concurrenten zullen zijn. Dat is een mooie concurrent. Nederland ligt veel mooier, dus wat dat betreft komt het goed. Maar zijn er al landen waar wij van gegarandeerd zijn dat die het onderhoud
bij jullie gaan doen? Ja, de Italianen. Daar hebben we een deal mee gesloten. De Italianen bouwen onze F-35's in Cameri, in de buurt van Milaan. Ja. Daar worden onze F-35's samengebouwd, dus niet in Amerika. Ze komen uit Milaan en omgeving. En als tegenprestatie onderhouden wij hun motoren. Wat moet er nou allemaal gebeuren in Woensdrecht om dit te gaan doen? Er moet heel veel gebeuren. We moeten ons klaarmaken om eind 2019 dit werk te kunnen. Dat betekent we bouwen een nieuwe motorenhal, een nieuwe testcel. En dat doen we samen met Pratt & Whitney, de motorbouwer. En dat doen we met een investering die we samen hebben gedaan. Dat is best bijzonder als Defensie, Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant. En met z'n drieën hebben we dat gefinancierd. We hebben er 88 miljoen ingezet. Cool. En dat hebben we gedaan omdat daar gewoon de business in zit die we samen als drie partijen eruit willen halen. En ik ben heel blij dat we dat voor het eerst doen. Want daarmee hebben we niet alleen maar toeschouwers, maar we hebben echt de aandeelhouders die het samen gaan doen. Maar noem eens iets concreets, zeg maar, wat er echt moet veranderen, wat anders wordt straks. We hebben natuurlijk al het onderhoud van F-16's gedaan. Ja, wat echt anders wordt is dat het onderhoud op de luchtmachtbasis plaatsvindt. Dat is hetzelfde, maar dat een bedrijf gaat doen. Dat gaat niet de luchtmacht doen, dat gaat een bedrijf doen. Want in de combinatie militair en zeg maar civiele bedrijven, daar zit de toekomst. Ja. De Defensie weet dat ze al lang niet meer achter een hek moeten gaan zitten en hopen dat de toekomst op hen afkomt. De toekomst maak je samen met die civiele bedrijven, met de airborne's van deze wereld, maar ook met de OEM's zoals Boeing, zeg maar de grote fabrikanten. Ja. En die hebben we allemaal in Woensdrecht. Nou, want letterlijk zijn daar de hekken geopend, hè? Er zijn letterlijk de hekken tussen geopend. Het onderhoudscentrum en de vliegbasis. Dat deed gedeputeerde Bert Pauli. Ja. Hoogst persoonlijk, ja. Want dit is natuurlijk symbolisch, maar dit betekent, het is letterlijk, maar ook symbolisch, want het betekent wel wat. Wat kan een bedrijf nou concreet doen om te zeggen, oké, ik wil onderdeel uitmaken van dat onderhoud? Nou, we moeten net, wat we in het filmpje net zagen, we moeten innovatief zijn. We moeten de nieuwe paden proberen te bewerkstelligen en je moet elkaar helpen. We hebben als Woensdrecht, als Defensie, hebben we heel veel middelen. En je kunt van ons gebruik maken van die middelen. Dus wij kunnen je een zetje geven om in die militaire domein iets te doen. Mm-hmm. Maar je moet het wel oppakken. Net als het bedrijf wat je hier net zag. Dat zijn bedrijven die innovaties doen. Ze doen niet hetzelfde. Ze zoeken naar die nieuwe technieken. Juist. En in die combinatie van innovatieve bedrijven en Defensie die dat kan faciliteren, die optelsom, dat gaat iets brengen. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Nee, maar wat gaat het dan concreet brengen? Heb je daar een idee van? Nou, het gaat zeker als je naar de 135, dat is de motor van de F-35. Hè? Ja. De motor van de F-35, als je daarnaar kijkt, dan gaat dat zeker 300 arbeidsplaatsen opleveren als we nu naar de business van de motoren kijken. Bij welk tijdsbestek? Dat is in de komende jaren, vanaf 19 loopt dat op en we bouwen dat op naar 2025 toe en we gaan dan door tot 2050 gemiddeld. Maar als je nu een rapport leest van PwC, dat is een rapport geweest dat door de minister van EZ en de provincie Noord-Brabant is opgevraagd en is uitgevoerd, dan zie je dat het hele F-35 domein in Nederland, dat tot 1600 banen kan opleveren en 13 miljard omzet. Wat betekent dat voor Brabant? Nou, in Brabant is per definitie sterk vertegenwoordigd in de luchtvaartindustrie en in deze tak van sport. Zeker. Ik weet niet precies een percentage, maar meer dan de helft zal in Brabant ergens een plek krijgen. Als we natuurlijk die kansen, het is potentie, als we die kansen met elkaar proberen te pakken. Dat betekent elke dag topsportbedrijven niet achterover liggen en vooral die combinaties zoeken. Juist. Dan moet dat lukken. Ik wil nog één ding weten, want we hebben twee foto's hier op de tafel. De ene kant zie je de F-16, dat is deze. Ja. De andere kant, de F-35. Ja. Even heel snel en kort, wat zijn nou de daadwerkelijke verschillen? Ze zijn ongeveer qua snelheid gelijk. Ze zijn qua vliegen, zou je kunnen gelijk. Maar wat is nou verschillend? Ze zijn stealth, zoals dat heet. Dat betekent, ze zijn minder zichtbaar voor de radar. Dat is belangrijk, want er wordt op de grond heel veel opgebouwd om je te vinden. Juist. En je moet dus niet vindbaar zijn. Dat is veiliger. Dat is dus geheel aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Het is veiliger, hij is sneller. En hij heeft veel meer capabilities in de data. Want in feite is het een data-stofzuiger. Mm. Hij kan alles connecten. Het is veel meer dan de F-16 een fighting machine. Is het een data-connectie. Okay. Het is een grote computer die allerlei data kan verbinden en kan opzuigen. Dus techniek is eigenlijk het belangrijkste woord wat we terug gaan vinden in die F-35. Dat is het. Dankjewel.
Je zou het bijna vergeten, maar West-Brabant heeft behalve in Woensdrecht nog een vliegveld. Officieel heet het Breda International Airport, maar bijna iedereen kent het als vliegveld Zeppe. Nog niet eens zo lang geleden landden de vliegtuigen er nog op een grasveld. Maar sinds een aantal jaren is het vliegveld flink aan het groeien en daarmee groeit ook de bedrijvigheid. En een van die bedrijven die er is gevestigd is CNE Air. Ze verkopen luchtreclame. Annelore Struis die sprong mee aan boord. Bij CNE Air in Sepp, Breda International Airport. En hier doen ze nog op de ouderwetse manier reclame maken. Luchtreclame. En we sturen vandaag gewoon onze eigen reclame de lucht in, jongens. Het is wel een beetje goed. Het is gewoon puur dingetjes dicht doen. Ja. Gewoon lusje, klosje. En dit blijft zo zitten in de lucht? Ja hoor. Er komt niks meer overheen? Nee. En het gaat nooit los. We vliegen er duizenden uren mee en het is nog nooit losgegaan. Als jij aan de andere kant gaat staan, ja. Doen we samen. Maar dit is volgens mij een hele ouderwetse manier van reclame maken. Ja, in 1967 vlogen ze al een luchtreclame. Dat deed toen Reclamair, een dochteronderneming van Martin Air. Martin Schreuder is er ooit een keer mee begonnen. En zo is hij zijn bedrijf ook gestart. Zo ja, oké. Okay. En dan komt hier nog een frontstok voor strakjes. Ja. Met onder een gewicht van ongeveer een kleine kilo. Dat is omdat die frontstok mooi recht gaat staan in de lucht. Dat die tekst mooi verticaal staat. Maar dat het nog steeds werkt? Ja, het wordt door 80% van de bevolking goed gezien. En het blijft ook goed hangen namelijk. Dat is altijd heel speciaal natuurlijk. Het bromt wat en mensen kijken automatisch erboven en zijn allemaal nieuwsgierig wat erop staat. Het zijn ook best veel vliegtuigen die heeft, hè? Ja, hier staan er 10 in deze hangar. Ja. We hebben er in totaal 17. En de andere staan in Zeeland, aan de Muiden. Maar dat lijkt me een behoorlijke investering. Ja, dat is een hele grote investering geweest. Ja. Ja. We hebben vliegtuigen erbij die kosten zo'n 1,9 miljoen. We zijn nu ongeveer 9 jaar bezig en ja, begint nu zijn vruchten af te werpen. Ja. Wat voor klanten heeft u dan? Unilever, en Ufone en Vodafone en noem maar op. Dus, en ook van die stelletjes van Will You Marry Me? Wil me betrouwen, ja. Maar die kleffe teksten. Ja, maar die heb ik liever niet eigenlijk. Ja, dat zijn slechte betalers. Ja. Als het een keer gebeurt ja, en het gaat niet goed, ja, dan wordt ook de rekening niet betaald. Hè? Als het antwoord nee is, dan wordt de rekening niet betaald. Nee, dat komt op neer. Ja, we zitten lekker in de lucht deze uitzending. Bij Booming Brabant ja, zien we elke week veel innovaties voorbij komen. Maar wil je die producten een keer in het echt zien, dan moet je deze week in Eindhoven zijn. Want daar is de 5e editie van de Dutch Technology Week. Maarten van Andel, je bent directeur van Panalytical. Je bent betrokken bij de organisatie van deze week. Van de week ja, was dus de opening. We hebben hier een foto. Jij was erbij bij de opening. Wat zien we hier? We zien hier Rens de Jong, de presentator, die eigenlijk 3 mini-talkshows heeft gehouden. En er is ook een demonstratie gegeven van 2 robots. En er kwamen allerlei mensen uit het bedrijfsleven, de overheid en onderzoeksinstellingen aan het woord. Het was heel levendig en ook door dit soort demonstraties bijzonder indrukwekkend. Maar nou was bijvoorbeeld afgelopen dinsdag ook de Night of the Nerds. Hè? Dat is was ook een mooi evenement. Ja. Maar is dat dan zeg maar de manier om je in te zetten op doelgroepen? Van we gaan per doelgroep aanbieden wat zij interessant vinden in techniek en zo moeten we ze werven. Ja, in de afgelopen 5 edities van de Dutch Technology Week, dit is de 5e, hebben we ontdekt dat we
dat het effectiever is om thematisch te werk te gaan en specifiek bijvoorbeeld mbo-jeugd of voortgezet onderwijs of professionals aan te spreken. Mm-hmm. Waarbij je ook een beter gericht aanbod van activiteiten kunt geven. Want het is moeilijk om een heel breed publiek te interesseren. Kun je niet omschoon bij? Kijk, ik vind op zich prima dat je op de jeugd zit natuurlijk, want dat hoort. Alleen, ik denk ook, we hebben nog zoveel mensen die in feite nu al thuis zitten. Zie je dat niet als een ontwikkeling? Ik denk dat de jeugd nogmaals niet de enige doelgroep is voor ons, maar dat volwassenen, mensen die vroeger een technische studie hadden, maar geen technisch beroep hier, maar weer kunnen terugkeren in de techniek, zeker ook interessant is. Dus wij richten ons daar zeker ook op. Ja, maar het is niet alleen de jeugd. Even terug naar het probleem. Hoe groot is het probleem? Wij verwachten als technische bedrijven in Brainport de komende jaren tot tienduizenden mensen tekort in technische beroepen op alle niveaus. Dus 20.000, 40, 60, 80, 100.000. 20.000, 30.000, 40.000 zou zomaar kunnen. Dat is ontzettend veel. Wat moeten we daarmee? Daar moeten we toch iets mee? Nou, ik denk dat wij als bedrijfsleven, maar ook overheden, mensen moeten stimuleren om meer interesse voor techniek te hebben. Dus technische beroepen, maar ook technische studies en exacte pakketten op middelbare scholen. Tegelijkertijd. Maar hoe kan dat nou? Want dit is al jarenlang het probleem. Er wordt jarenlang ingezet op techniek, maar op een of andere manier is het niet sexy genoeg. En hobbelen de jongeren liever naar marketing-communicatieopleiding dan richting techniek, hoewel techniek de toekomst heeft. Ja. Nou, ik denk dat wij de afgelopen 5 jaar, mede ook door de Dutch Technology Week, wel voortgang boeken. Kun je dat concreet meten? Ja, dat kun je concreet meten. Je ziet het aantal inschrijvingen op de TU Eindhoven toenemen. En ook jongeren die exacte pakketten kiezen in de bovenbouw, dat neemt toe. Mm-hmm. We zien ook meer meisjes in de techniek. Vroeger was het klassiek gezien een mannenwereld, maar dat is steeds minder zo. En dan heb je dus ineens de helft van de bevolking die ook toegang krijgen tot technische vakken en technische beroepen. Maar als je dus ziet dat die keuze op de middelbare school al gedaan wordt richting die kant, stromen die nou allemaal ook door naar die technische kant? Helaas nog niet. Scholieren die een technisch vak hebben, technisch pakket hebben, gaan niet altijd een technische studie volgen. En de mensen die een technische studie gaan volgen, 20% gaan niet. Is dat toch maar? Ja, zoiets. Dus het is veel te weinig. Dus naast dat je aan de voorkant mensen moet interesseren, moet je ook stimuleren dat de doorstroom naar de universiteiten en scholen in technische beroepen beter wordt. Maar nou kunnen wij wel ontzettend voorop lopen met al onze technische innovaties, met ons Brainport en technische universiteiten die we hebben. Maar als er straks geen mensen meer zijn die al die techniek gaan uitvoeren, dan hebben we toch wel echt een ontzettend groot probleem. Ja, dat klopt. En dat probleem dat kunnen we voor zijn door hier voldoende opleiding te hebben. Maar bedrijven zullen ook in andere landen, bijvoorbeeld van de EU, wat wij zelf ook al doen, technische talenten aantrekken. Daar is op zich niks mis mee, maar we moeten wel zorgen dat we als Nederland daar de boot niet missen. Nee. Dan gooi ik mijn stokpaardje er nog een keer in. Doe eens. Ja, kijk, als techniek nou leidt tot geluk, hè, dan wordt dat vak veel ronder ook. Hè. Dan wordt het ook sexier. Dan snapt een koper van die producten, begrijpt ook veel beter. En dan heb je ook veel meer eer van je werk. Dus op een of andere manier, want het is fascinerend dat je dus in feite iemand wel interesseert voor techniek, maar dat je hem niet vasthoudt. Dus ergens moet het gewoon leuker zijn. Het moet ronder, leuker, gelukkiger worden. Dat zou voor mij de thematiek zijn. Ja. Dat is dan jouw marketingformule. Maar als ik zou zeggen van, goh, de overheid moet... Dit is niet een marketingformule, dit is de waarheid. Dat is de waarheid, sorry. Ja. Ja, ik ga hem dan niet zakelijker aanpakken. Want wat nou als de overheid gewoon zegt, oké, technische studies kosten niks. Gratis te volgen. Of je moet een technische studie nemen en uiteindelijk krijg je een lekkere bonus, zodat je goed kunt beginnen aan een nieuwe baan. Zou dat geen, gewoon eigenlijk met een vriendelijke dwang die jeugd die richting op duwen? Dat zijn hele duidelijke prikkels. Worden ze ook heel gelukkig van? Dat zijn hele duidelijke prikkels om mensen naar technische studies te lokken. Dus geld kan wel een prikkel zijn in de studiekosten, maar ook in wat verdien je nou in een technisch beroep of als leraar in een technisch vak, want daar zijn we ook mee bezig. Ik denk, Mario, dat je al een voorzet hebt gegeven dat het woord innovatie is heel belangrijk. En bij innovatie hoort creativiteit. Dus ik denk dat bij geluk ook hoort dat mensen hun creativiteit erin kwijt kunnen. En dat we steeds meer ook, net zoals in woensdag, naar een open structuur gaan. Naar een open innovatiestructuur waarin mensen elkaar ontmoeten en veel met elkaar samenwerken. Ja, we moeten hier iets mee, want we willen natuurlijk gewoon zo'n programma als Booming Brabant blijven vertellen dat we zo goed zijn in techniek en dat we niet afhankelijk worden van andere partijen straks. Ja. Dankjewel.
Dan als laatste nog, ja, start-up. Want kinderen die moeten eigenlijk weer wat meer buiten spelen. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar ja, die smartphone en die spelcomputer, die houden kinderen dus heel vaak binnen. Dus dachten mensen van Wonderwatch, als we die twee nou eens samen combineren. Het resultaat, een spelcomputer voor buiten in de vorm van een horloge. Het idee voor Wonderwatch hebben we eigenlijk gekregen van onze eigen kinderen. Want als je kijkt naar binnenspeelgoed, dan is dat tegenwoordig allemaal interactief. Het heeft allemaal geluidjes, piepjes, lichtjes, overal zitten batterijen. En als je kijkt naar buitenspeelgoed, dan is dat eigenlijk helemaal niet interactief. Maar ik zie wel aan onze eigen kids en ook aan een heleboel andere kids, dat die wel worden gegrepen door het interactieve. Wonderwatch is een smart wearable, zoals dat heet, voor kinderen tussen de 6 en de 11 jaar. Met de fun voor kinderen echt voorop gesteld. Dus het moet vooral heel veel lol geven. En dat denken we te kunnen doen doordat er heel veel leuke interactieve spellen op staan. Maar dat je ook je muziek kan luisteren en dat je kan chatten met je vriendjes. En dat je ook altijd in contact staat met je ouders. Een voorbeeld is, je kan een robotbal besturen. Je kan met de magische steen die we bij het concept Wonderwatch hebben, kun je allerlei spelletjes doen. Een voorbeeld is, deze kan je verstoppen als een soort van schat. En met de watch kan je zien hoe ver je daar vandaan bent. En kan je, zeg maar, als een soort warme koude spelletje kan je buiten schat zoeken. Maar we hebben ook chatten met tekeningetjes, wat natuurlijk makkelijker is op zo'n klein scherm en ook voor kleinere kinderen. Interactieve geluiden, en dus bijvoorbeeld een zwaard geluid. En dus als je met je arm aan het slaan bent, dan registreert de Wonderwatch dat en dan maakt hij zwaardgeluiden bij. Dus ook zwaailichten en natuurlijk ook de grappigere dingen van een scheet of een snurkende meneer. Dat soort dingen zitten er ook in. En voor ouders hebben we ook een oude app. Voor mij is het fijn dat ik via de mobiele telefoon een soort extra controle heb op waar de kinderen zijn. Ik hou ze zelf natuurlijk in de gaten, maar dit geeft wat extra gemoedsrust. Daar komt bij dat ik eigenlijk altijd contact met ze kan hebben. Op een simpele manier een tekeningetje sturen zonder dat het embarrassing wordt voor die kinderen. Van, oh, papa gaat zich er weer mee bemoeien. Anderhalf jaar geleden hebben we het idee gekregen voor Wonderwatch. Toen zijn we het idee gaan verkennen en zijn we gaan uitwerken. En nu zijn we in de fase dat we onze finale prototype gereed hebben. Inmiddels hebben we ook een patent aangevraagd. En misschien ook leuk om te vertellen is dat wij met 4 oprichters zijn. We zijn met 2 hier in Nederland, hier in Brabant. En 2 in Chicago in Amerika. En we hebben er allemaal onze baan voor opgezegd, dus het is heel spannend. We zijn nu net begonnen met onze Kickstarter-campagne en daarmee zijn we aan het crowdfunden en daarmee hopen we de financiering binnen te halen om onze eerste batch te kunnen gaan produceren, zodat we na de zomer ook echt op de markt kunnen. Ja, veel kansen denk ik voor deze innovatie. Nee, wat ook wel een beetje toch speelt is van ja, ga je dan samen spelen of ben je dan continu eigenlijk aan het kijken? Dus, dat is nog wel een dingetje, vind ik. Maar ja, je ziet het wel, onze wereld wordt steeds meer gedomineerd door apparaten. Ja. Als je dan een apparaat zou mogen kiezen voor een taak waar je niet zoveel zin in hebt, kun je dan iets bedenken, Mario? Nou, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Nou, ik zou wel een apparaat willen ontwikkelen waar de vrede en veiligheid geregeld wordt. dat vind ik een hele mooie. En dat ik dan zelf werkloos ben. Ja. En zolang dat je er niet is, dan ben ik er nog. Maar als dat er nou zou kunnen komen. Vind ik een hele mooie, Bob. Ja, ik zou een apparaat willen dat wij een mens niet meer van de buitenkant bekijken, maar dat wij uiteindelijk iedereen gewoon heel goed konden inschatten op basis van zijn competenties. Dus dat wij niet zoveel bodyscan doet. Dat we niet zoveel vooroordelen zouden hebben. Ja, dat je er doorheen moet kijken. Ja, hè? Beetje ja, dwars omheen kunnen kijken. Wel een mooie. En Maarten, tot slot. Heel praktisch. Ik zou graag iets willen hebben wat bepaalde dingen in het huishouden kan doen. Er bestaan al robotstofzuigers, maar dingen als poetsen en strijken, dat zal ook wel makkelijk zijn. Ik ben het helemaal met je eens. Daar sluiten we mee af. Tot zover Booming Brabant. Dank jullie wel allemaal hier aan tafel. Ja. Wil je nog iets kwijt over een van de onderwerpen of heb je zelf nou een geweldig idee? Laat het ons dan weten op Twitter met de hashtag Booming Brabant of mail ons boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Bedankt voor het kijken. Volgende week dan zijn we er weer.